zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Dat is het doel van de 11-jarige Joost en zijn klasgenoten uit Hendrik Ido Ambacht. Joost heeft de ernstige ziekte leukemie en wil dat er meer onderzoek gedaan wordt naar betere medicijnen. Daar is geld voor nodig en dus begon hij een actie door zijn zelfgemaakte schilderijen te verkopen. Maar zijn klasgenoten hadden een veel beter idee. Al meer dan 20 schilderijen heeft Joost geschilderd. De een nog mooier dan de ander. Er is zelfs een expositie van zijn werk. Joost wilde alles gaan verkopen, maar zijn klasgenoten bedachten een ander plan. Hij wou eerst wel zijn schilderij verkopen, maar dat vonden we een beetje zonde met z'n allen. En toen zijn we toch op het idee gekomen om aanzichtskaarten te maken. Want een schilderij, dat kan je maar één keer verkopen en dan ben je ze kwijt. En met aanzichtkaarten kan je ze heel vaak verkopen. We moeten er echt heel veel verkopen, want we hebben er 18.000. Hoe gaat het met je? Goed. Joost is ernstig ziek. Voor de derde keer nu heeft hij leukemie. Dat is een vorm van kanker in je bloed. Hij zit al maanden thuis en heeft alleen via de webcam contact met zijn klas. De school heeft ook een schilderij gekocht, weet je welke? Nee. De schildpad. Oh, leuk. Het is een hele moeilijke tijd voor Joost. Door de zware medicijnen zijn zijn botten zwakker geworden. Lopen gaat moeilijk en zijn lichaam is snel ziek. Daarom moet hij erg oppassen. Is dat nou echt wel een stukje van je leven, dan wordt dat... Nu kan ik ook niet meer buiten spelen. Alles wat binnen is, daar mag ik niet in, alleen met een mondkapje voor de bacteriën. Want andere mensen die kunnen ziek zijn. Welke schilderij vind jij zelf leukst? Mijn allernieuwste vind ik wel heel erg mooi. Kan je hem zien? Hier danst hij met zijn broer en zus. Joost vindt het fijn om te schilderen. Zo vergeet hij even dat hij ziek is. Ik maak bloemen, dieren, ik hou heel veel van de natuur. Of Joost weer helemaal beter wordt, is afwachten. En dat is voor zijn klasgenoten ook niet makkelijk. Je kan niet alles met hem doen. Want je kan niet zo heel de dag ergens naartoe met hem of zo. Het is gewoon te zwaar voor hem dan. Best moeilijk. Want, ja... Mis je hem heel erg? Ja, soms wel weer een beetje en soms ook weer heel erg in de klas. Want als er nou iets is gebeurd of zo, dan heb je ook wel weer eens die praatjes nodig van hem. Dat hij ook hele grappige praatjes heeft. Meer onderzoek naar betere medicijnen voor leukemiepatiënten. Daar is het geld voor bedoeld. En er is al een flink bedrag ingezameld. Zit €700 nog wat in en dan breng ik regelmatig naar de bank. En er zit nu al een heel hoog bedrag op van 9.400 nogal. Waarom besloten jullie mee te doen? Nou, omdat wij het Sophia Kinderziekenhuis wel eigenlijk een heel goed doel vinden. En ik vind het leuk om Joost te helpen. Dat vind ik heel bijzonder dat ze dat doen voor mij. Hoeveel geld wil je hebben? Nu gaan we tot de 20.000. Joost, tot de volgende keer! Wil je meer weten over Joost en zijn actie? Op joostjournaal.nl vind je een link naar zijn site.